Beste kijkers van de Peter Talks, een nieuwe aflevering hier. Ik vraag me af, ik heb nu een gast en ik vraag me af hoe ik in eerste instantie in contact met haar kwam. Dat kwam, dacht ik, door het boek wat ze heeft gemaakt, tot op de dag heeft geschreven. En dat boeide mij. En van daaruit ben ik, denk ik, in jou gaan verdiepen, dacht ik. Mijn gast is Marjan Zarghali. En een Nederlander spreekt het vaak verkeerd uit, hè? Ja. Marjan. Maar inmiddels, heel veel mensen doen het ook ja? goed. Dus je hebt het ook goed gedaan. Goed zo. Ja. Nou, welkom, Marjan. Je komt uit Iran. Ik probeer het een beetje terug te gaan naar de periode dat je gevlucht bent uit Iran naar Europa toe. Hoe lang ben je nu in Nederland? 30 jaar. 30 jaar al? Ja, 1990, dus ruim 30. Ja, wat herinner je als eerste aan Nederland? Ik heb in het boek ook veel geschreven, ja. maar ik vond het wel bijzonder om te zien hoe mensen hier vrij rondlopen, gehaast. En niemand naar een andere kijkt en vraagt. Dus dat was het wel de eerste beeld van de eerste uur. Maar ik weet niet of dat nou, want dan kan je positief, maar je kan het ook negatief uitleggen. Ik denk dat we wel een beetje vervreemd zijn van elkaar hier in Nederland. Nou, dat is het niet je eerste indruk. Nee, nee. Dus je komt in een land binnen, je kijkt naar landschap, je kijkt naar een land, je kijkt naar een volk, je spreekt geen taal. Ja. Dus dat was het wel inderdaad mijn eerste indruk. En inmiddels ken ik het, denk ik, heel goed hoe die samenleving in elkaar steekt. Dus waar jij het op doelt is. Ja. Nou, waar we een beetje zijn doorgeschoten in de hele individualistische samenleving. Ja. Goed, dat is gaan we die andere. Nog terughalen, denk je? Ik denk met de tijd van corona, waarin we ons op dit moment in bevinden. En ook het verlangen om weer verbinding te maken. En ook van betekenis zijn. En dat we het ons die vraag moeten stellen, maar ik denk dat we het ook allemaal wat meer willen, niet alleen als individu, maar ook samen met elkaar gaan leven. En ik hoop ook dat we die kant op gaan. Ja, ja, ja. Maar het is wel, we zijn wel meer. Je ziet ook in Amsterdam bijvoorbeeld, vind ik echt dat je kettenvorming gaat krijgen in bepaalde wijken waar je niet meer komt. Of waar ze zeggen, daar kan je beter niet komen. En dat vind ik wel een teken van de maatschappij tegenwoordig. Hè? Dat we praten over elkaar, maar we verdiepen ons niet meer in elkaar. Ja, en we komen er liever niet. Ik denk dat de ongelijkheid in de samenleving begint zich steeds meer te manifesteren. En dan de scheidslijnen worden zichtbaarder. En harder, waardoor het wel duidelijker. Waardoor je het inderdaad zegt, dit is niet mijn leefomgeving en dit is mijn leefsituatie. Ja, inderdaad, de hardheid zit inderdaad dat het verschil tussen arm en rijk steeds maar groter wordt. Ja, in een rijk land als Nederland. Want dat ga je wel realiseren, denk ik. Als jij vanuit Iran hierheen komt, dan zie je toch wel de rijkdom van Europa. Niet alleen in de vrijheid van denken van mensen, hè? Nee. Maar ook in de huizen en noem maar op. Ja, dat heb ik het gezien. Tegelijkertijd heb ik ook in mijn boek geschreven. Ik heb ook, mijn eerste baan was in Amsterdam Zuidoost. Dus ik kwam ook in een flat en appartementen bij gezinnen binnen waar armoede zichtbaar aanwezig was. Ja. Dus Wat voor werk deed je dan? Ik was jeugdhulpverlener, dus ik deed heel veel crisisinterventie. En mijn eerste baan was, echt betaalde baan was bij Jeugdzorg Amsterdam. Ja. Waarin in alle wijken, dus het was Zuidoost, maar het was ook in het Oost, in Zuidwest, waar ik contact maakte met de gezinnen, waar vaak sprake was problematische situatie. En als je het wel ook weer binnenkomt, je ziet het wel wat zich achter de voordeur speelt. Ja. Dan dacht ik van, wauw, rijk land, maar hoe oneerlijk is het verdeeld. En het is tot de dag van vandaag, wat ik ook zie, maar het is dus inmiddels denk ik dat doordat wij echt meer social media hebben en ook wat meer aandacht voor is, dat het klassenverschil steeds meer zichtbaar wordt in de samenleving. Ja, het klassenverschil was ook in Iran en dat is denk ik nog steeds zo. Als je terugdenkt naar Iran, hoe denk je dan terug? Je bent er opgegroeid.
Je bent opgegroeid als ik het even beeldend maak, je hebt de Kaspische Zee, dan heb je Tabriz erbovenin, dan heb je Teheran. En dan zit jij, denk ik, in het midden daar ergens aan de kust. Ja. En daar ben je opgegroeid. Ja. Maar mensen die gaan natuurlijk een land als Iran op één hoop gooien. En juist dat, hoeveel mensen wonen daar in zo'n plaatsje waar je bent? Volgens mij miljoenen. Dus ja. dat getallen ben ik het echt kwijt, omdat ik ook niet helemaal bijhoud. Nee. Maar inderdaad, jouw vraag is interessant. Van als ik aan Iran denk, dan denk ik aan tweedelige. De ene is systeem, daar kom ik er zo op terug. Maar ja. mooi land, landschap, inderdaad de Kaspische Zee waar ik ben opgegroeid. Dus kleine Zwitserland noemen wij, groen, berg, alles heb je er wel bij. Ik kan me nog herinneren, als je bij Teheran, waar ik dan regelmatig was, dan keek je zo naar de bergen toe en dan zag je de sneeuwtoppen, die zag je zo... In de verte. Ja, ja. Dus, ja, ik zeg het ook altijd, want ik heb het nooit geskipt. Maar als je wel in Teheran woont, kan je zeggen, zullen wij even gaan skiën. Dus het is een dagactiviteit en het is niet echt een vakantie. Ja. Maar goed, ik ben inderdaad opgegroeid in het noorden van het land, tegen Kaspische Zee. Waar inderdaad een aantal invloeden waren van communistische, maar ook van de hele emancipatiebewegingen in het noord. Meer dan de rest van het land. En een hele fijne opvoeding. Ik heb niet zoveel bijzonderheden op te merken. Een aardige volk, een mooie land. Ja. En als ik het denk aan Iran, denk ik ook aan inderdaad het systeem. Dat is een andere uitzending. Ja, dat is geen aangename herinnering. Nee. Ja. Maar toch had je de behoefte om weg te gaan uit Iran. Behoefte, ja zeker. Ik was op zoek naar vrijheid. Ja. Veiligheid eerst in eerste instantie, maar daarna ook veiligheid. Ook om mijn eigen leven kunnen leiden. Ja. En zoals ik in een boek heb geschreven, dat had ik niet in Iran. Dan had ik het ook niet kunnen krijgen. Nee. En hoe lang ga je schikken naar allerlei dingen die worden opgelegd? Ja. Op een gegeven moment leef je niet meer. Nee. Dus toen had ik het zoiets, ik vlucht en ik kies voor mijn eigen vrijheid. Ja. We hebben het over dit boek trouwens. Dit boek is net uitgekomen. De vijfde druk nu, hè? Ja. Ik geef er 2 verloting onder de inzenders. Dus zend mij een mailtje. Peter van der Lichten. En ik verloot er 2. Je bent een aantal, het staat ook omschreven in het boek. Je bent een aantal keren heb je getracht te vluchten. Je krijgt dan ook met mensen te maken. Dat is denk ik ook wel kenmerkend, want het heeft iets met Iran te maken. Want je krijgt met mensen te maken die zeggen van ik ga je helpen. Maar die helpen je helemaal niet. Die hebben maar 1 missie, dat is dat zakje geld van jou naar hun toe te krijgen. En dat is denk ik het meest wrede wat er is. Want iemand die vecht, hè, die vecht voor zijn vrijheid. Ja. En die krijgt ook met dit soort mensen te maken. Ja. Het is, je moet je leven een beetje in de handen van de smokkelaars leggen. Ja, ja. Die het wel inderdaad willen je helpen. Want help kan je ook vanuit meerdere perspectieven definiëren. Maar je hebt het wel nodig. Je komt er ook niet zomaar. Dus, nee. En de ene is... ze zijn er allemaal op geld uit. Laten we dat voorop stellen. Want anders doe je het niet. Nee. Maar er zijn ook mensen die denken van... ja. Geld is belangrijk, maar ik wil het ook gewoon zorgen dat het wel uiteindelijk lukt. En 1 smokkelaar heeft het ook met heel veel andere mensen weer te maken. Ook weer met andere smokkelaars. Ja, maar is dat niet een beetje kenmerkend voor iedereen? Toch vind ik dat iedereen heeft wel een bepaalde rol in zo'n traject. En dat wil niet iedereen in Iran is smokkelaar. Dat wil ik zeker niet zeggen. Nee. Dat wil ik zeker niet zeggen. Maar het is wel kenmerkend voor dit soort beroepsgroepen. Dat een smokkelaar, die heeft ook weer te maken met... 10 mensen die hem op allerlei gebieden gaan helpen. Het is inderdaad een soort community of een bende, hoe je het ook noemt. Ja. En als je het wel in de context plaatst van... het is wel als gevolg van dictatuur, mensen die het wel allemaal een uitweg willen. Dan ontstaat een soort beroepsgroep. Het is ook illegaal in elke land, bij wijze van spreken. En je legt echt je lot in de handen van die mensen. Ja. En waar het wel eindigt, in mijn geval is het uiteindelijk goed gekomen. Maar ik zeg het ook gewoon, heel veel mensen op een Mediterraneese zijn ze ook niet goed terechtgekomen. Zijn ze ook gewoon niet veilig ergens.
beland. Dus wat dat betreft, als we het wel echt denken aan hoe kunnen we vluchtelingen beter kunnen begeleiden, dan zou het ook een veilige route kunnen zijn om mensen te kunnen begeleiden. Maar okay, we gaan altijd uit van, ik had het straks met de ombudsman hadden we het erover, dat we gaan altijd uit van het percentage mensen wat misbruik maken van de bijstand. Mensen die misbruik maken van de... Dus ook de vreemdelingen die misbruik maken. Die vinden wij eigenlijk als maatstaf voor hoe wij met vluchtelingen om moeten gaan. Maar er is natuurlijk een categorie mensen die gewoon uit de landen naar Europa komen. Ja, en ik denk dat het grotendeels van de mensen die naar Europa komen... Ja. Hebben zich geen seconde gerealiseerd dat er hier sociale voorzieningen zijn. We zijn in ons land gewend om hard te werken voor het boterham op de plank. En dan kom je hier en het systeem is niet ondersteunend om die kennis te ontwikkelen... om te mogen te studeren, om het iets te betekenen voor jezelf, maar ook voor je land. Dus ja, dan voordat je weet ben je ergens veroordeeld... En dan de stigma, die helpt het ook niet om eruit te komen, maar ook het systeem niet. Ja, en ik zeg het ook altijd, vluchteling zijn is geen identiteit. Het is een ervaring in je leven. Ja. En het is met mijn inzet is mij gelukt om dit te bereiken. Maar ik ben ook directeur van Stichting voor Vluchtelingstudenten, UAF. We begeleiden hoogopgeleide vluchtelingen richting studie en baan. En ik ben er echt één voorbeeld van. Dus er zijn zoveel mensen die daarin ook geslaagd zijn om van betekenis te zijn. Maar het is, vluchtelingen zijn ook gewone mensen. Dus die hoeven niet allemaal superheld te zijn. Ze hoeven niet allemaal superburger te zijn. Ze komen hier niet voor de uitkering. Je vlucht niet voor je lol. En dat is wat ik probeer met de boodschap uit te brengen. Ik probeer even... we proberen mensen natuurlijk in een bepaalde groep te plaatsen. He, dus we proberen een titel te geven. Dus een vluchteling die vlucht en die komt hier voor het geld. Voor de uitkering. Dat is eigenlijk een beetje zoals we denken. Ja. Of als we denken, zoals een groep mensen denken. En, maar als je dat even doortrekt, dan kan je ook zeggen natuurlijk dat je de benadering van een vluchteling in een rijk land als Nederland. Want dat vind ik toch, dat moeten we altijd benadrukken. We zijn zo'n rijk land. Dat zie je nu ook in de pandemie, hoe we omgaan. Hè? Ja. Daar kan je allemaal kritiek op hebben, maar het is toch, toch ongelooflijk. En je zou eigenlijk de vluchteling ook bekend moeten maken met... ik heb wel eens de indruk, laat ik het anders zeggen, dat een vluchteling die komt in Nederland... Het eerste wat ze leren is natuurlijk van... gebruik maken van alle rechten die er zijn, hè? Dus de bijstand en alles. En je zou mensen iets wat actiever... Nou kijk, het is wel zo, jij benadrukt even van, vanuit de perspectief, een vluchteling komt naar Nederland, er zijn rechten en plichten, hè? Laten we het ook vooropstellen, zeker de laatste jaren zijn ook best hele... harde eisen aan vluchtelingen om te kunnen inburgeren. Terecht ook, want elke vluchteling die naar Nederland komt... komt echt niet voor de uitkering, komt voor eigen perspectief. Ja, met de uitkering heb je ook niet altijd het perspectief... want als je arts bent in een land van de herkomst, kom je hier. Dan wil je niet met de uitkering voor de buis gaan hangen. Nee. Dat is niet jouw hoop op vrijheid. Nee. Dus je komt en je wilt... Dus iets meer in je leven. Dus ze komen voor de vrijheid. Zeker. Vrijheid staat dat is, dat veiligheid, staat voor. Okay. Vrijheid. Ja. En je wilt daar inderdaad ook op je eigen kracht verder. Ja, maar dan dus, zouden we daar dus wat meer... Daar zal het wel het systeem zeker ondersteunend zijn. En dus niet zo'n hele strakke regie van... Je hebt €10.000 inburgeringsbudget en dan moet je het wel van 0 tot B2 komen. En dan en de taaleisen en inburgering, dan is het klaar. Nee, je moet het heel erg goed kijken van... Wat heb je als talent, als kennis en ambitie? En hoe kunnen we je daarin ondersteunen om de beste uit jezelf te halen... en de wederkerigheid benadrukken? Ja. Dat is wat een... vluchteling per definitie wil. En een systeem die probeert je ergens te drukken. En dat proberen we ook te tegendruk te geven, tegenkracht te geven. Maar zijn wij als land en niet iedereen en ook niet alleen Nederland... zijn we niet een beetje schuldig aan dat er zoveel vluchtelingen zijn... en dat er steeds meer komen?
In welke zin? Ja, we bemoeien ons toch met landen. We voeren oorlog in landen. Als je kijkt naar Afrika, het manipuleren van voedsel daar. Nou, als je kijkt naar het aantal, het percentage wat in Zuid-Afrika nu de injecties hebben gekregen. Yeah. Ik zal de schoolvraag niet hier aan de orde stellen, maar ik ben het zeker met je eens dat je moet stellingen nemen richting mensenrechten schendingen, yeah, die het wel wereldwijd plaatsvinden. Yeah. Inderdaad, niet economie voorop stellen, maar mensenrechten voorop stellen. Inderdaad, kijken naar eerlijke verdeling van voedsel. We hebben het nu over politieke vluchtelingen, maar in de nabije toekomst hebben we over klimaatvluchtelingen. Dus dat is het wel, ja, ons verantwoordelijkheid van, ja, Europa, van wereldwijd, ja, om te kijken van hoe we met deze vraagstukken om kunnen gaan. Ja. En zorgen dat het inderdaad de welvaart eerlijk verdeeld is. En dan kan je nog steeds arm en rijk kan je nog steeds hebben. Maar het begint met een basis, denk ik altijd. En ik vind zelf, als je kijkt naar de zonne-energie, we zouden graag de Sahara heel vol leggen met zonne-energie, met zonnepanelen. En dat wij de stroom dan gaan krijgen. Hè? Ja. Dat zouden we graag doen. Ja, maar iemand uit Syrië vlucht het niet omdat het hier rijker is. Nee. Het is een prachtige, rijke land. Ja. Die is daar gewoon, ja, naar oorlog. Het land is verwoest. Ja. Assad is niet weg, ja, te krijgen. Ja, maar dat bedoel ik net met zeggen van, is de oorzaak. En dat we hoeven niet onszelf de hele dag te martelen in de schuld te geven. Dat hoeft niet. Maar we zijn toch wel betrokken, vind ik altijd, bij te veel oorlogen. De overheid zal het wel zeker daarin echt een standpunt innemen. En dan is economie inderdaad altijd. Ja, helaas. Dat zie je wereldwijd. Dat het, het gaat altijd om de mensen. Mensen of landen als Iran. Je kent soms politieke feiten en toch zie je het wel dat het wel inderdaad, en als we kijken naar nucleaire programma's en cetera, hoeveel onderhandelingen worden gedaan om het toch maar te kijken van hoe kunnen we het wel met elkaar vriend blijven. Hè? Denk van, nou, neem een stelling daarin. Iran is net lid geworden van de vrouwenrechtenorganisatie. Wat was dat? Er is zoveel kritiek op geworden. Ja, Iran staat, het is eergisteren ook het hele rapport van mensenrechten gepresenteerd, waarin een aantal landen gewoon behoorlijk slechte scoren. Ja. Bij burgersrechten, bij rechten van de mensen, de vrouwen, et cetera. Ja, het is op alle niveaus, evenveel als in Syrië. Ja. Dus ja. Ben je weer voor het laatst terug geweest in Iran? Niet, nooit. Nooit meer? Nee, ik ben gevlucht voor hetzelfde systeem. Ja, oké, maar ik zal niet meer teruggaan naar hetzelfde systeem waar ik ben voor gevlucht. Nee, maar ik kan me voorstellen dat je, want een deel van je familie woont er, ja, nog. Ja, dat is ook de prijs die helaas dat je moet betalen. Dat is de prijs. Dat is ook een beetje je angst om erover te praten. Ik heb echt twee redenen om er niet terug te gaan. De ene is van, ik ben gevlucht voor mijn veiligheid en die heb ik hier gevonden. En ik durf er niet meer de risico te nemen. Ik bedoel, dan ben je jong en je neemt het echt. Het is een zware onderneming. Ja. En tweede, wat het voor mij ontzettend belangrijk is en ook doorslaggevend, is mijn principe. Ik ben gevlucht voor hetzelfde systeem. En ik kan het niet mij permitteren om voor hetzelfde in hetzelfde systeem terug te gaan. Omdat ik nu een Nederlandse burgerschap heb. Dus heb ik zoiets, ik wacht totdat. Ja, natuurlijk verlang je. Ja. Verlang naar je land, naar je landschap. In de 30 jaar is er veel veranderd. Ja, en als ik er wel daar ben, zal het ook enorm nog veel veranderen. Mijn ouders zijn inmiddels overleden. Ik kan niet bij de heugelijke, maar ook niet bij verdrietige momenten erbij zijn bij de hele familie. Dus dat is het. Ja, dat is ook mijn innerlijke pijn en worsteling die ik zelf moet maken. Maar toch vind ik dat de prijs van de vrijheid die ik hier heb gekregen. Ja, die vrijheid, is zo belangrijk. Die daar heb je echt voor gevochten. Ja. En die heb je gekregen. Hoe kijken jouw kinderen naar Iran? Mijn kinderen zijn wereldburgers, dus die reizen de hele wereld af. Maar als het gaat om Iran, hebben we ze wel
geadviseerd om niet te gaan wegens loyaliteit, maar ook van dat ik er niet zo'n fijn gevoel erbij krijg. Ja. Dus ze zijn er ook niet geweest. Natuurlijk hebben ze ook als jonge mensen verlangen naar van wat is mijn geboorteland. Ja. En nogmaals, het is echt een hele mooie land met een hele mooie volk. Ja. En niet iedereen is voor de Islamitische Republiek. Maar protest wordt het hard neergeslagen. Ik zeg nu even voor iemand, ieder Amsterdammer heeft ook geen grote mond. Nou, ik zou het niet bevestigen, ik zou het ook niet ontkennen, ik hou mijn mond. Oké, we houden mond. Het boek. Ik moet zeggen, ik heb het in een paar dagen uitgelezen, omdat het is een verhaal wat jij vertelt. Je hebt denk ik, het begin heb je opgeschreven. Dat heb je allemaal beschreven, je had altijd al het idee om een boek te gaan schrijven. Nou, ik wil het wel toch, als we het wel over mijn boek hebben, ook over mijn medeschrijver hebben, Joop Holzman. Ja. Ik heb inderdaad door de jaren heen af en toe wat aantekeningen gemaakt, pogingen gedaan richting ook om gesprek te gaan met de uitgever. Ja. En iedere keer is het weer in de kast beland, niet ambitie gehad van ik ga het schrijven. En door zijn initiatief om met mij in gesprek te gaan, uiteindelijk zijn we het wel hier aan dit project gestart. We hebben echt 3 jaar aan gewerkt. 3 jaar? Ja, omdat beide hadden we wel ons heel erg gecommitteerd aan van willen zo dicht mogelijk bij de waarheid blijven, bij de feiten. Ja. En dus niet het romantiseren van een boek. Ja, niet aannames, maar zoveel mogelijk. Want soms moet je ook de herinneringen bijhalen. Ja. Ja. En checken, toetsen, nagaan. Dus het is geen journalistieke onderzoek geweest, maar we hebben heel veel onderzoek gedaan. Ja. En laat ik zeggen, hij heeft aan de hand van jouw verhalen, heeft hij denk ik het boek geschreven? Ik heb heel veel input geleverd, echt schriftelijk. Hij vertelt het ook zelf altijd heel mooi van... Nou, we hebben heel veel aan mijn keukentafel gezeten. Hij heeft heel veel vragen gesteld, opgeschreven, opgenomen, heeft hij uitgewerkt. Maar als het altijd om moeilijke, gevoelige dingen gaat, dan heb ik het, dan was het wel voor mij van, nou, zullen we het nu even stoppen? Ja. Gaan eten en zet het voor mij die vragen op de mail, dan ga ik het in de avond voor jou beantwoorden. Ja. En zo is het wel een soort werkwijze ontstaan waar ik, als hij wegging, ging ik achter de pc duiken. Mijn man werkte ook best laat in de avond, dus ik heb gemiddeld de langere werkdagen. Ja. En toen tikte ik wel alles erbij. En soms lukte het niet op dezelfde avond, dan deed ik op een andere avond. En dan stuurde ik naar hem. En de vraag was altijd, maakte ik wel van, nou meester, is dat een antwoord op uw vraag? En toen zei hij, ja prima. En toen ging hij het verwerken. En zo heeft het wel geleid tot een boek. Het is niet alleen, het verhaal gaat niet alleen over het vinden van je vrijheid, vind ik. Maar... het heeft ook te maken met de ontwikkeling in je als vrouw, denk ik. Ja. Ook heel erg gelinkt is met vrijheid. Maar goed. Maar dan denk ik even aan andere vrijheid. Hè. Ik bedoel Iran met Nederland. Maar als je dan de ontwikkeling van een vrouw ziet in Iran, hoe je met je mannen bent omgegaan. En hoe je nu, hè, eigenlijk, als je, dat merk je in het hele boek, hoe je je vormt als vrouw, als mens. Ja. Dat is denk ik ook wel het mooie van Nederland, denk ik. Dat als je. Dat iedereen eigenlijk toch op dat gebied al gelijk is. Ja, ik denk dat het echt de vrijheid en mogelijkheden jou de kans geven om je verder te ontwikkelen. Ja. En dat gaat echt hand in hand hoor. Ja. Ik denk, kijk, er zijn ook genoeg vrouwen die ook bijvoorbeeld in Iran hebben zich verder ontwikkeld. Ja. Maar het systeem biedt je niet de mogelijkheden en hier wel. Dus ik vind dat... dat je het, bijvoorbeeld, dat je het onafhankelijk bent, dat je het wel een vrije keuze hebt om te zeggen van, nou, ik ga nu studeren, maar ik wil nu niet kiezen om nog een kind te hebben. Dus er zijn allerlei vrijheden die jou mogelijk maken om je leven in te richten, om jou verder te kunnen ontwikkelen. Ja, maar als je in Iran keek je anders naar studeren dan in Nederland, dat je naar studeren. In Nederland dacht je van, ik wil studeren. In Iran had ik het ook heel graag willen studeren. Maar ik had daar niet de mogelijkheden. Ja. Ik zat in, omdat ik in gevangenis zat, mocht ik niet verder studeren. Daar wil je niet over praten, hè? Nee, maar wel over dat ik het wil... Nou, ik heb het veel... Ja, nee, ik ja, heb nee, alles maar... gedeeld wat ik het kon vertellen. Ja.
Maar ik had een beperking, toegang tot onderwijs was mij ontzegd. Dus ik kon niet studeren. Ja. En dan probeer ik mijn diploma te behalen. Daarna probeer ik op allerlei manieren toch tot mogen verder studeren, maar het mag niet. Dus het verlangen om te mogen studeren, om me verder te ontwikkelen, die was er daar. En dan denk je op een gegeven moment, oké, dan lukt het niet. En dan krijg je kinderen, gaat je leven verder. Maar het verlangen was nooit gedoofd. Dus ik wilde altijd. En hier kom je en zeg je gewoon van, nou is het mijn moment. Ja, dat kan ik en nu wil ik het ook. Ja. Ja, hier ontplooi je eigenlijk echt de vrijheid. Dat is inderdaad zo, ja. Ja. Komt er nog een ander boek? Een volgend boek? Ik heb dit boek ook echt niet geschreven van kijk eens maar naar, dit is een ego-document van Marjan. Ik kan me voorstellen dat het wel ook heel veel persoonlijke anekdoten daarin zijn verwerkt. Ja. Maar voor mij was het wel zeker een hele belangrijke om hier een boek te schrijven en ook daarmee aan Nederlanders meegeven, ook als een soort geschenk, dankjewel, ik heb een hele mooie vrijheid voor terug, maar vluchten doe je niet voor je lol. Daar gaat het heel veel voor af en als het maar gebeurt, kijk maar ook dat het wel wat moet één iemand doen om ergens zich te kunnen bevestigen en ik hoop dat het wel een kan bijdragen leveren aan het gevoel van solidariteit, tolerantie en gastvrijheid, wat we steeds meer in Nederland ook nodig hebben. Dat denk ik ook, dat denk ik ook. Je bent nu nauw verbonden bij het vluchtelingenwerk? Bij Stichting Vluchtelingenwerk? Nee, bij Stichting voor Vluchtelingstudenten het UAF. Ja. Maar, vertel daar eens wat over, wat is dat? Ja, het is wel een organisatie, bestaat sinds 1948, dus het is de oudste vluchtelingenorganisatie in Nederland. Het is ook zeer uniek, dat heb je niet in andere landen. En wat het inhoudt, dat wij de vluchtelingen die naar Nederland komen, we noemen ze vaak gevluchte studenten of professionals, want vaak hebben ze of ambitie of hebben ze kennis in het land van hun herkomst. En dan willen we hier weer mogelijkheden bieden. Deze mensen bieden wij mogelijkheden om te mogen weer hier studeren of met kennisontwikkeling, dus dat is het wel een hele belangrijke, of op een eigen niveau aan het werk te komen. En dat doen we door materiële ondersteuning, maar dat doen we ook door goede adviezen te geven, door begeleiding te bieden. En hoeveel studenten melden zich bij jullie? Nou, op dit moment hebben we bijna 4000 deelnemers. Ik rond het waarschijnlijk naar boven. En jaarlijks staat bij onze jaarverslagen allemaal transparante gegevens. Nou, gemiddeld tussen 700 en 800 mensen. Vroeger deden we het wel in zo'n lineair traject. Het is echt te gedetailleerd om meer uit te leggen. Maar nu hebben we meer modules. Dus één iemand kan meerdere modules volgen. Dus we tellen het niet alleen maar hoeveel, maar ook hoeveel modules we bieden. Maar ja, het is best een organisatie. En hoe weten jullie dat te vinden? Dat weten ze vanuit, dat zijn de contacten die ze onderling hebben of... Meerdere, mond tot mond inderdaad. Maar ook wij geven aan centrale opvang van asielzoekers, COA, ook voorlichtingen. Website, social media, als één iemand... denkt van ik wil studeren en dan typt hij het wel en ik ben een vluchteling, komt hij het wel bij UAF terecht. Ja. En we zijn de enige organisatie. Ja. En we werken heel erg met veel partners, dus gemeenten, maar ook bedrijven, andere maatschappelijke organisaties. Ja. Dus wat dat betreft, via komen ze ook bij ons binnen. Je bent ook nauw vertrokken bij het humanisme? Humanistisch verbond. Dat is geen religie. Nee. Het is meer een manier van hoe jij naar het leven kijkt. Levensbeschouwende manier van het kijken naar het leven. Dat gevoel had jij destijds in Iran ook al, daar wil ik wat meer mee doen? Of is dat pas ontwikkeld hier in Nederland? Nee, het is echt heel ontwikkeld. Kijk, ik ben niet opgevoed met God, met religie. Nee. Ik zeg gewoon van door de Islamitische Republiek is het wel religie zomaar in onze huis binnengekomen. En ik geloof heel sterk in de scheiding tussen kerk en staat, in de zin van iedereen mag eigen opvatting over hebben. En dus wat dat betreft zeg niet dat ik in Iran een humanist was, dat absoluut niet. Maar hier heeft zich verder ontwikkeld. Maar dat krijg je natuurlijk in een land waar vrijheid is. Kun je jezelf ook verder ontwikkelen? Ja, je kan je oriënteren en je kan er wel kiezen. Ja. En de keuzevrijheid geeft je ook weer
de kans om je verder te ontplooien. Ja. En ook weer over nadenken. Ja. Maar ik zou liggen om te zeggen van, nou, in Iran had ik het ook humanisme gevonden. Nee, hier. En het is zeker de laatste jaren verder zich heeft ontwikkeld. Wie is trouwens de foto? Dat is een mooie foto. Dat is ook een Iraanse dame vanuit Almere. Dus, ja? Ja. Staat haar naam ook, geloof ik. Oh, dat heb ik even gemist dan. Ja. Oké. Hoe zie je nou Nederland? Hoe kijk je daarnaar? Het is iets heel anders dan Iran, denk ik. Het is een heel ander land. Het is een klein land met een grote mond. Iedereen kent Nederland wel. Nee, niet iedereen. Ja, inmiddels wel. Ja, maar... In de tijd dat ik naar Nederland kwam, was het Nederland niet voor mij althans niet zo bekend. Ik kende wel vanuit het boek. Een jongen die het wel met zijn vingers en op pols heeft gestaan en naar Nederland heeft gered. Dat was echt iets wat wij op de school hadden geleerd. Nee, hoe kijk ik naar Nederland? Ja, ik bedoel, ik zeg nog steeds, ik spreek met totaal een andere tongval, een accent Nederlands en misschien ook op mijn manier niet Nederlands spreken zoals de Nederlanders doen. Maar ik voel me heel erg Nederlander. En wat houdt dan in? Is het ook heel lastig te duiden? Ik denk dat Nederlanders de welvaart in de samenleving heeft het wel inderdaad en de vrijheid heeft gezorgd dat de mensen mogen denken en zeggen wat ze willen. En dat kan zich monden in een groot mond, zoals je het hebt gezegd. Maar dat zou ik er niet zo willen beschouwen. We hebben hier gewoon het recht om ons vrij uit te spreken. Dat vind ik echt een groot goed. Dat moeten we ook behouden, dat moeten we doorgeven. Wat ik het in Nederland meer zou willen, een beetje framen van wat ik er ook van mijn eigen cultuur heb meegenomen, is van ook om elkaar kijken, iets voor elkaar kunnen betekenen. Ik denk dat in landen als, heeft dat met welvaart te maken misschien? Ik denk dat het wel individualistische blik op de samenleving heeft gezorgd. Dat iedereen denkt van, nou, vrijheid is als ik maar mij vrij uitspreek, zolang jij het ook doet. En ik denk, nee, we moeten het samen zorgen dat het wel vrijheid wordt doorgegeven. We moeten samen verantwoordelijkheid nemen voor solidariteit. Dus wat dat betreft, hier is meer de samenleving gewezen op individualistische. En in Iran, als ik het die vergelijking moet maken, ik ben er ook 30 jaar niet geweest, is meer een familiecultuur. Je zorgt het wel voor elkaar. Tot de dag van vandaag zeg ik ook gewoon van, ik heb de verantwoordelijkheid en plicht genomen op mij. Misschien had ik het niet moeten doen, maar als mijn tante daar gewoon geen enkele inkomsten heeft, kan ik echt mij niet veroorloven om niet maandelijks iets naar haar toesturen, zodat ze ook kan leven. Ja. Dus wat dat betreft, het is ook een samenleving waar je het ook zorgt voor elkaar. Ja. En dat is ook heel erg vanzelfsprekend. Hier zijn we kwijtgeraakt, zeker. En ik hoop dat we wel echt met deze pandemie... Kan je dan terug? Het lijkt me zo heel lekker. Je hebt systemen die daarop ingericht zijn, op het individu. En ik denk alleen maar dat het harder wordt. Kijk, je kan natuurlijk wel je best doen, maar... Het zal best wel wat harder worden, want je ziet het wel dat de ongelijkheid steeds maar groter wordt. Maar het weerhoudt ons niet om daar pogingen voor te doen. Dus ik heb het niet opgegeven. Nee. Ik denk dat ik zie het ook heel veel positieve ontwikkelingen. Ik zie dat ook jongeren heel erg zich ook bekommeren over van, nou, hoe kunnen we het wel wat meer voor de... groen, hoe kunnen we het iets betekenen voor de klimaat? Dus ik zie het ook een aantal positieve ontwikkelingen. En ik denk dat het ook het pandemie heeft ons meer aan het denken gezet van, nou, wat betekent een mens voor een medemens? En daar zouden we nog meer inspanning moeten voor verrichten. In Nederland niet beschouwen als een soort PV van, nou, we gaan alles maar kijken van, nou, hoe die aan het markt kunnen toevertrouwen. En dat we wat meer vanuit gelijke kansen, kansen ook voor de woonverdeling, etcetera's organiseren. Dus ik zou het niet als een soort wanhopige poging willen beschouwen, maar juist de strijden voor wat meer solidaire samenleving. Ja. Ja, gisteren was er ook
Of ja, zaterdag was ook 1 mei, de dag van arbeid. De arbeid, ja. Dacht ik van ja, valt het weinig te veren. Nee, dat was ook op de radio. Het was heel, heel zielig, vond ik, 1 mei in Nederland. Hoe ja. Het, ja, maar hoe zo'n dag wat je moet vieren, je moet het ook weer gaan herijken van waar staan we? Op dezelfde dag moest ik ook denken van mijn salaris komt dus wel binnen. Maar al die arbeiders, het delen van de ja, maar zijn we niet veel met onszelf bezig tegenwoordig? Ik ben een optimist. Ja, ik zie voor mij altijd als een glas half vol. Nee, bij mij ook zeker. En ik kijk er ook naar dat genoeg mensen zijn die het ook denken van... nou, zo moeten we niet met elkaar omgaan. Nee. En ik zie het ook aan andere kanten voor haar ding. Dus dat, als ik het kijk alleen naar de uitkomst van de verkiezingsuitkomst. Je ziet het ook hoe wij met z'n allen verlangen naar een nieuwe politieke, bestuurlijke cultuur. Ja. Dus ja, ik denk dat we het wel... Je bent actief in de politiek, hè? Nee, ik ben nergens actief. Nou, je bent toch in de gemeenteraad? Ik heb jaren geleden 8 jaar in de gemeenteraad gezeten. In Almere? Ja, in Almere. Voor welke partij gaat me niet aan? Partij van de Arbeid, daar schaam ik me niet voor, zeg ik altijd. Het is een prachtige... Nee, maar ik ben nergens bij politiek actief. Zeker omdat het wel inherent aan mijn rol is om boven politieke partijen te hangen. En dat vind ik het ook prima. Ja, maar daarom mag je toch wel een mening hebben. Dat zeker, vind ik, zeker. Vind ik, nee, ik, staat er ook op mijn cv, dus daar gaat het mij niet om. Maar ik ben niet actief. Ik ben met elke politieke partij in gesprek over... Hoe kunnen we zorgen met elkaar voor gelijke kansen? En als het gaat over mijn werk voor hoogopgeleide vluchtelingen... Ken je het laatste, een van de laatste interviewen in de balie van Eberhard Verlaan met zijn vrouw? Heb je dat interview gezien? Ja, ja. Heel goed over het socialisme. Ja, ja. Ja. Nee, ik heb ook zomergasten met veel belangstelling gekeken. Ja. Ja, het is zeer bijzonder. Ja. Man die het wel wordt gemist. Denk ik ook, ja. Ja, zeker. Ja. Nee, maar ik denk dat we met z'n allen gewoon een politieke opvatting hebben. En ik ben niet politiek actief, maar ik ben heel erg actief met politiek bezig. Dat is iets anders. Ja, dat is zeker wat anders, ja. Oké, okay, nou, nogmaals, ik verloot er twee exemplaren van dit mooie boek. Een levensverhaal. Dat lees je in een paar dagen heb je het uit. En dan is het altijd leuk om het weer een keer te lezen, omdat je toch wat dingen gemist hebt. Bedankt. Jij ook bedankt. Het gaat je goed. Dank je kinderen gaat goed. Dank je wel. En veel geluk in Nederland. Dank je wel. Ja? Bedankt. Tot ziens allemaal. You too.